Wij gaan scheiden. Welke zaken moeten wij regelen? Het is belangrijk dat u samen afspraken probeert te maken. Want hoe willen jullie het co-ouderschap vormgeven en hoe zit het met de verdeling van uw woning en al uw spullen? Wat betekent de scheiding voor uw pensioen? Er komt een hoop op u af. Als het niet lukt om samen afspraken te maken, kunt u altijd hulp vragen bij een mediator. De mediator helpt u om een oplossing te vinden waarmee u beide tevreden bent. De mediator zet de afspraken op papier. Het kan voorkomen dat de mediator geen uitkomst biedt. Dan is het mogelijk om uw echtscheiding via een advocaat te regelen. Als alle afspraken op papier staan, vraagt de advocaat of mediator de echtscheiding aan bij de rechtbank. De advocaat kan de echtscheiding aanvragen op gemeenschappelijk of eenzijdig verzoek. Tot slot is het van belang om de echtscheiding aan te geven bij de gemeente. Regelt u de echtscheiding via een advocaat, vraag dan ook even na of uw advocaat dit ook voor u regelt. Ik moet partneralimentatie gaan betalen. Hoe lang moet ik dat betalen? Als uw salaris hoger is dan dat van uw ex-partner, kan het zo zijn dat u partneralimentatie moet betalen. Hoe lang uw partneralimentatie moet betalen, hangt af van de duur van uw huwelijk of het geregistreerd partnerschap. Maar het bedraagt altijd maximaal 5 jaar. Duurde uw huwelijk of geregistreerd partnerschap korter dan 10 jaar, dan ontvangt uw ex-partner alimentatie voor de helft van de tijd dat het huwelijk of geregistreerd partnerschap duurde. Op de maximale duur van 5 jaar gelden 3 uitzonderingen. Als u samen kinderen hebt, dan stopt de partneralimentatie op het moment dat het jongste kind 12 jaar wordt. Als het huwelijk of geregistreerd partnerschap langer duurde dan 15 jaar en uw ex-partner binnen 10 jaar AOW krijgt, stopt de partneralimentatie zodra uw ex-partner AOW krijgt. Als u langer dan 10 jaar getrouwd bent geweest met iemand die geboren is voor 1970 en over meer dan 10 jaar AOW gaat ontvangen, duurt de alimentatie 10 jaar. Ook voor de partneralimentatie geldt, als u samen andere afspraken wilt maken over bijvoorbeeld de duur van de betalingen, dan is dat mogelijk. Ik heb liever niet dat mijn ex iets van mij erft. Hoe regel ik dat? Op basis van de wet is uw ex-partner vanaf het moment dat de scheiding definitief is geen wettelijk erfgenaam meer. Heeft u uw ex-partner expliciet met naam als partner benoemd in uw testament, dan moet u dat nog wel laten aanpassen. Het is ook mogelijk dat u uw ex-partner nog wel als erfgenaam wilt benoemen. In dat geval is het belangrijk dat u dat in een testament regelt na uw scheiding. Uw ex-partner is na de scheiding namelijk geen wettelijk erfgenaam meer. Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u vragen over andere zaken rondom estateplanning? Neem dan gerust contact met ons op. Wij hebben veel kennis in huis en helpen u graag verder.